Dat heeft denk ik ook wel een beetje met mijn karakter te maken. Vraag aan mij iets onmogelijks en dan krijg ik er zin in. Oké. Gaat het goed? Ja, kom je volgende week een doorloopje kijken? Als jij dat graag wil. Nee, dat moet. Dat moet. Ja. Ik wil niet zonder jouw laatste oordeel. Oh ja, ja, ja. Waarom ga je weg? Wij hebben een regering en die heeft bedacht dat wij allemaal tot ons 67ste moeten werken. Nee, waarom zou je eerder weggaan en waarom zou je veel langer doorgaan? Wat was de voorwaarde voor jou om dit zo lang te willen doen? Nou, het is bijna gewoon dat je je de kick herinnert van het vorige wat gelukt was. En je maakt iets en dan en het lukt. Na 49 jaar stopt Mark van Warmerdam bij Orkater, het Amsterdamse gezelschap dat eigentijds muziektheater maakt en succesvolle voorstellingen speelt in binnen- en buitenland. Van Warmerdam is er sinds de jaren 80 directeur, maar begon in 1972 als acteur bij voorloper Houser Orkater, dat hij samen met een aantal muzikanten en theatermakers oprichtte, onder wie zijn broers Alex en Vincent van Warmerdam. De eerste jaren waren, denk ik, toch het opwindendst. Wij waren qua jongens. 11 qua jongens. Ja, wij wilden iets maken en aan de mensen laten zien. En dan gingen wij gewoon. Ging ik als 18-jarige jongen ging ik een Schouwburg bellen. Ja, met Mark van Warmerdam. We hebben er. Nee, ja, nog nooit van gehoord. Dat is verder niks bijzonders. Het is ook niet heel moeilijk. Wat er moeilijk aan is, is dat je ook 99 keer nee hoort. God, jongens. Dit is namelijk de kaart van. Het zwarte raam. Het zwarte raam. Ja, ja, die zijn nu aan het repeteren. Maar zijn belangrijkste handtekening, denk ik, is dat hij altijd pal heeft gestaan voor de maker. De onafhankelijkheid van de maker. Of hij het mooi vond of lelijk vond. Hij wilde gewoon dat er een plek is. Niet alleen hier, maar sowieso. Want hij heeft niet alleen voor Orkater gezorgd. Maar eigenlijk voor het hele Nederlandse theater en film. Hij staat pal voor de vrijheid van de maker. En de maker mag mislukken. De maker moet kunnen maken wat hij of zij wil. Hij is iemand die een enorme bak aan kennis heeft en een hele eigen mening af en toe heeft en die niet onder stoelen of banken steekt. Ik geef altijd heel duidelijk mijn mening. Hij zegt altijd rauw op je dak wat hij ervan vindt. Maar hij zegt niet wat je moet veranderen. Hij zegt niet hoe je het moet oplossen. Hij zegt, dit vind ik, dit heb ik gezien, dat vind ik niks. Soms is dat heel vervelend, moet ik zeggen. Het is altijd een beetje van, god, heb je hem weer met zijn bam, knalt hij hem erin. Maar het is aan jou als maker hoe je het oplost. Dan kan je extra goed bij jezelf nagaan van, ja, vind ik dat, ga ik daarnaar luisteren? Of voel ik toch in mezelf, nee, ik wil tegen dat advies. Ik wil gaan puberen tegen dus dat advies. Eigenlijk promoot hij de eigenheid van de mensen met wie hij werkt. Ja, absoluut. Dat vind ik echt, dat vind ik denk ik zijn allergrootste kracht. Hij zegt nooit van, jongens, ik heb alles gehoord, ik ga nu het definitieve oordeel. Hij zegt iets, maar de publiciteit, de techniek, de decorbouw, iedereen die is hier vrij om uit te spreken wat ze van een doorloop of wat een try-out vinden. En het is allemaal even belangrijk. En daardoor, zeker de mensen die hier langer werken, wordt het niveau van kritiek geven steeds
Ja, steeds hoger, vind ik. Het kan soms wel eens, dat hoor ik dan achteraf, toch wel pittig zijn als ik weer eens dingen zeg. Die zeg ik overigens altijd in een repetitieruimte, in de beslotenheid van de repetitieruimte, in het werkproces. En ik vind dat je in het werkproces tot aan de première vooral alles moet kunnen zeggen. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor iedereen. Wat er op je hart ligt, omdat dat de kwaliteit van de voorstelling in de meeste gevallen ten goede komt. Als het in de pers neergesabeld wordt of zo, dan gaat hij er juist achter staan. Dan zegt hij niet van ja, dat vind ik eigenlijk ook een beetje. Nee, dan zegt hij nee, maar het is een goede mislukking. Het is een mislukking die iets oplevert. En dat is zijn kracht. De kunst was natuurlijk om dat iedereen die goed gesubsidieerd was ook mee te krijgen in diezelfde strijd. Wat al die keren ook geslaagd is, omdat het probleem breder was dan alleen maar de directe slachtoffers. We hebben ongelooflijk veel strijd gevoerd, al die jaren, om te mogen blijven bestaan. En ja. Vorig jaar hebben we de prijs van de kritiek gekregen voordat we al 30 jaar of zo vernieuwend zijn, gekoppeld aan kwalitatief hoogstaand. Terwijl we ondertussen elke 4 jaar weer moeten strijden om in stand te blijven, om te mogen blijven bestaan. En dat is ook een eindeloze strijd. Daar benijd ik hem niet om. De grootste fout is dat er over de hele breedte, muziek, theater, dans, omroepen, wordt om de 4 jaar het bestaansrecht ter discussie gesteld. En dan maakt het echt niet uit of je groot of klein bent, of je artistiek bent of commercieel. Maar het bestaansrecht duurt niet langer dan 4 jaar. Voor een hele sector. En dat is een hele pijnlijke fout in het systeem. Dus er moet een grotere continuïteit zijn. En om die kwaliteit op de lange duur te kunnen waarborgen en te vergroten. Absoluut. En de instroom en de doorstroom zou veel meer een verantwoordelijkheid moeten zijn van de sector zelf dan van commissies die iedere 4 jaar samengesteld worden. Wat wil je nog gaan doen? Eén van de vooruitzichten is dat ik gewoon wat meer tijd heb. Voor? Gewoon om niet te rennen van het een naar het ander. Het is bijna onvoorstelbaar. Maar naast Orkater produceer ik ook de films van mijn broer Alex. Ik ga sowieso wat meer films doen, produceren.